who sadly happens to be our last presenter of the day. This demonstrator has been a demonstrator for just about a year. She absolutely loves paper, and her favorite color family are the Regals. Bold, bright colors. So please welcome to the stage, Selena Vandenbunheiser. Als allerlaatste. Dat is leuk, hè? Nederlands. En om jullie helemaal blij te maken met een Nederlandse sampleset. Yeah. Goed zo. Nou, zoals Jill aangaf, ik ben hier ruim een jaar demo. Dankzij mijn allerliefste vriendinnetje en een goede collega en upline José. Ben ik super blij mee. Het helpt mij. Samplen en alles, we hebben het ook over gezondheid gehad. Het helpt mij heel erg om mijn hoofd lekker leeg te houden met een drukke baan. Dus ja, ik was super blij dat Damir mij belde. Nou joh, kom jij ook iets laten zien? Dat doe ik. Nou, wat heb ik voor jullie vandaag? Ik heb, zoals ik al zei, een nieuwe Nederlandse stempelset. Woordenschat heet deze. En zoals je ziet, is het best wel een lastige set. Want we hebben 3 achtergrondstempelmogelijkheden. En verder hebben we nog een 7-tal aan woorden en uitleg van deze woorden. Maar goed, dat is natuurlijk nog niet alles, want het is een bundel. Misschien hebben jullie hem al gezien. Hele gave, mooie letterstanten. The handletter prose dies. Echt letterlijk alle letters staan er dus hier. En alle tekens, alle leestekens hieronder. Ze zijn ook allemaal bijgeleverd, waarmee je dus ontzettend gave projecten kan maken. Ik heb er een paar voor jullie gemaakt. Nou, zoals ik al zei, het lastige van deze set is dat het voornamelijk tekst is. Dus van belang is dat je zelf met je achtergrond gaat werken. Wat ik jullie vandaag ga laten zien, is een techniek met de waterpen, de aquapen. En ik ga tekenen en kleuren. En dat is het leukste, want daar houden we allemaal van. Wat ik ga maken is een figuur met alleen water in eerste instantie. Nou, er zit nog een beetje kleur in. En die houdt er nou niet van, Elise. Dus we gaan voor een hart. Nou, een beetje shaky, maar ach, een beetje. Let's do it all. Wat je doet, is je pakt je inkpad. Of meerdere inkpads. Je kunt dit super gaaf doen ook met een soort van regenboog. En je kleerblok. En op de kleerblok natuurlijk het inkt. En je hoeft, het enige wat je hoeft te doen is aantikken. Zorg dat je net even het water aantikt, zodat je hem opvult. En wat je dan krijgt, deze is van gisteren toevallig, dus net alleen de achtergrond. Je ziet scherpe randen, maar dit kun je dus met verschillende kleuren ook doen. En het uiteindelijke resultaat is een hele mooie kaart. Bestemd voor mensen waar je van houdt. Zoals je hier ziet, de phrase familie. En uiteraard met de Dice zusjes. Ik heb nog een paar extra projecten voor jullie. Omdat deze set ook met Dice is, zul je snel uitkomen op de wat meer gevorderde klant. Ik heb mijn best gedaan om het ook simpel te maken. Dat vind ik altijd lastig. Dit is de voorkant van een kaart die dus voor een beginner klant, hashtag simpelstamping, ook een optie is. Dus dit zou ook gewoon een enkele kaart kunnen zijn die je simpel openvouwt. Maar ja, ik wil er natuurlijk meer. Dus heb ik er een fun fold card van gemaakt. Dus je ziet, komen er hartjes in meer. Gemaakt van een paar embellishmenten met de blends gekleurd. En het nu nog actuele designerpapier gebruikt. En zoals Jill zei, in de regionals, want ik ben echt gek. Ik heb daarnaast ook nog een cadeaudoosje, want uiteraard met deze stansen kun je veel meer. Ze zijn van een mooi formaat, dus je kunt bijvoorbeeld ook vlaggenlijnen ermee maken waar je letters op zet. Ik heb ervoor gekozen om een cadeaudoosje te maken.
met woehoe. Zoals je ziet, twee teksten gepraat, eigenlijk uitgeknipt. Je kunt alle kanten ermee op, uitgelaten en ga zo door. Mooi twine erbij en je hebt een compleet project voor de halve, voor de loffe, voor de. Het ligt eraan hoeveel je er eigenlijk op plakt. Dan heb ik nog één kaart die ook op twee manieren gemaakt zou kunnen worden. In dit geval heb ik hem met de eclipse techniek gebruikt. En zoals je ziet heb ik dus de achtergrondstempel in verschillende kleuren gestempeld. Wil je het simpel houden, laat de dies weg en gebruik alleen de achtergrondstempel met de dankbaar, in dit geval het dankbare stempel. En uiteraard de thanks die hier de eclipse aan geeft. Volgens mij zijn we allemaal heel erg dol op letterstempels. Dus dat gaat helemaal goed komen. Zoals jullie zien hebben we dus weer een gave Nederlandse set erbij. Inmiddels tellen we er 15. In de catalogus kwamen er sowieso ook al meer voorbij, zag ik. Deze dies die zijn dus van prima formaat. Dus we hadden de grote dies die niet altijd op een kaart goed uitkwamen. Dus dit is echt de perfecte manier om je klanten te laten weten dat we wel degelijk naar ze luisteren. Alle projecten die ik hier heb, en ik heb er nog een paar extra, komen achter op de borden. Dus daar kun je dadelijk nog naar kijken. Wel snel, want volgens mij moeten we dadelijk al naar huis. Dus maak foto's, ga naar social media en laat je klanten weten dat we weer hele mooie spullen erbij hebben. En dan wil ik jullie allemaal hartelijk danken. En vooral mijn Duitse vrienden waarbij we aan tafel mochten zitten en die zo lief voor ons waren vandaag. Dankjewel. Dank. Woo! Woo! Hey,